Meer dan 150 woonoplossingen worden in Wanica gebouwd, te Lelyville aan de Purodadiweg. Vandaag is het startsein voor dit deel van het landelijk woningbouwproject fase 1 2023-2025 gegeven in Lelydorp. De minister van Openbare Werken en andere regeringsvertegenwoordigers deden symbolisch de eerste steenlegging. En drie personen mochten hun hypotheekcertificaat in ontvangst nemen. Projectcoördinator van het landelijk woningbouwproject Mark Romy geeft aan dat de overheid steeds toont te werken aan het aanpakken van het woningnoodprobleem. Wat velen dachten en hoopten dat niet zou gebeuren, dat de regering huizen zou bouwen, het gebeurt vandaag. En waarom gebeurt het? Omdat wij met z'n allen, de mensen met de huisvestingsproblemen, de mensen die woonoplossingen nodig hebben, dat was onze inspiratiebron. En daarvoor hebben we het ook gedaan. We zijn daarom ook heel erg blij dat vandaag de dag is. Deze mijlpaal is heel bijzonder. Waarom? Omdat dit ook een van de onderdelen is van het woningbouwprogramma. Dit is de faciliteit van de Public-Private Partnership. Wat houdt dat in? Dit houdt in dat de overheid samen met particulieren, samen met cliënten, eigenlijk met vele stakeholders ervoor zorgt dat er betaalbare woningen worden gecreëerd. Romy stelt dat het de bedoeling is dat de woningen betaalbaar worden voor de gewone man. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er is gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om de samenleving juist meer tegemoet te komen. Dus in die prioriteitsvolgorde kan je niet beginnen met bouwen terwijl de basisrandvoorwaarden nog niet aanwezig zijn. En dat hebben we als eerste gedaan. En dat is wat we straks op 31 december gaan afsluiten. Niet het jaar 2023 gaan we afsluiten. We gaan een periode afsluiten. 3 jaren van herstel, van herstructureren, van herschikking, van stabilisering. Van terugverdienen van het internationaal vertrouwen. En dat hebben we 3 jaren gedaan. Financiële crisis. Behoorlijk onder controle, stevig onder controle. Economische crisis, redelijk onder controle. Schuldencrisis, volledig onder controle. De president geeft toe dat het geen makkelijke taak is om een woningnoodproblematiek in te dammen binnen een economische crisis. De economische parameters liggen daar en te zien is dat Suriname weer stappen vooruit maakt en zaken zoals de woningbouwprojecten weer kunnen lopen.